Hallo allemaal, welkom bij het kanaal Tarot en Zo van Annemiek Nu. Deze clip gaat over de poort van 2222. 22 mei 2020 is het weer zover. Wat al die tweeën betekenen staat in de clip die hierachter gepost wordt. En dat is de clip waarmee je de oefening kan doen. Een hele eenvoudige meditatie, visualisatie, hoe je het maar wil noemen. Waar je dan ook bent. 22 mei is het nieuwe maan. Dat is super. Dat betekent dat de zon conjunct staat met de maan, waardoor je iets nieuw kan starten. Waardoor je fris opnieuw kan beginnen en ook waardoor je kan nadenken, of gaat nadenken, over oude patronen, oud gedrag, oud gevoel en van joh, wordt het niet eens tijd om dat los te laten. Als je dat beseft en je weet wat je wel wil, ga daar dan mee in de poort staan. Ik ga voor elk individueel sterrenbeeld zometeen de kaarten trekken wat de allerbeste richting voor je is. Of houding, of doel, of nou ja, wat je ook maar wil voor jezelf. En als je niet in de poort gaat staan omdat je er geen zin in hebt. Of als je dat een keer hebt gedaan, dat maakt niet uit. Je kunt het zo vaak doen als je wil. Als er maar minstens 3 tweeën, het liefst 4 tweeën. In de datum staan. Als je er niet in gaat staan, misschien is het al 22 mei geweest. Dat kan. Dan is de lezing alsnog een richting voor jou. Een doel, een bepaalde houding. Wat nu in deze periode goed is. Want 22 mei heb je dan al meegemaakt. Dus die nieuwe maan is al van kracht. Dus de lezing blijft dan fantastisch. Ik denk dat je wel 3 minuutjes verderop kan gaan kijken. Ja, dan zie ik je zo meteen weer. Oké. Voor al diegenen die er nog wel zijn en de poort willen doen. Hij gaat over opbouw. Hij gaat over heropbouw. Hij gaat over herstel. Tweelingen is in nieuwe maan en die staat in een driehoek met Saturnus. En dat is gunstig. Driehoeken zijn gunstig. Saturnus is normaal gesproken niet zo gunstig, behalve in dit geval. In dit geval geeft hij voor lange adem. Geeft hij geduld mee. En dat is fijn, want dat creëert een hele goede basis voor de toekomst. Van wat je ook maar wil neerzetten. Maar dan vooral gaat het over lange termijn doelen. Dat is het woord dat ik zocht. Kies voor iets praktisch. Iets wat praktisch uitvoerbaar is. Dus niet van, oh, ik wil graag een eenhoorn ontmoeten. Om even heel overdreven te reageren. Kies voor iets praktisch en wees serieus. Saturnus is een planeet die hartstikke serieus is. En weet je waar Saturnus ook voor gaat zorgen? Dat je weer terug naar werk gaat. Dus affirmeer voor jezelf. Ga in die poort staan met een bepaalde intentie. Waarvan je wilt dat die langdurig is. Dat die lang doorwerkt met betrekking tot werk. Hoe wil je het hebben? Wil je dezelfde collega's? Wil je dezelfde houding hebben? Dezelfde mentaliteit enzovoort? Kan ook over vrienden gaan. Kan ook over een project gaan. Over een renovatie in je huis waar je mee begonnen was aan het begin van dit jaar. En dat je halverwege zoiets had van, laat me zitten hoor, hier heb ik echt helemaal geen zin meer in. En als je het nu weer oppakt, het is echt de perfecte tijd ervoor. Gebruik je gezonde verstand met datgene wat je neer wil zetten. Het gaat je absoluut lukken. Er zijn echter 2 puntjes. Mercurius die staat in een driehoek met Neptunus en Venus doet dat ook. Dat betekent dat je nogal onheldere informatie tot je kan krijgen. Dus ga niet zomaar bij elk medium of bij elke tarotiste om hulp vragen. Er zal veel gelogen worden tegen je. Kijk uit voor leugenaars, bescherm je er tegen. En wat Mercurius in een vierkant met Neptunus ook brengt, is verwarring. Je kan je verward gaan voelen. Als je in die poort staat, ben ik bij. Ik upgrade hem. Ik ga er zelf eerst als eerste in staan. En ga hem weer verstevigen. Ga de energie goed neerzetten. Dus daar binnenin ben je helemaal helder. Venus staat ook in een driehoek met Neptunus, 22 mei. En dat betekent dat je misschien je relatie, of een relatie die je niet hebt, het gas van de buren, groener gaat vinden. Dat je gaat over-idealiseren. Oh, als ik maar zoveel geld had. Oh,
als ik hem nou maar had. Als zij nou maar mijn vriendin was. Je gaat overidealiseren. Dus let daarvoor op. Je gaat ook, dat doet Venus ook, die heeft met uiterlijk te maken. Je gaat je misschien onzeker voelen over je uiterlijk. Ga daardoor geen beslissingen nemen. Omdat het is een positie van planeten die heel snel voorbij gaat. Dus die energie is ook snel voorbij. Maar het kan zijn dat je je zo onzeker voelt dat je je laat misbruiken door je partner. Doen we niet, ja? Nee. En het kan ook zijn dat je dat er een breuk gaat komen in je relatie. Omdat je zo onzeker bent over je uiterlijk. Of uiterlijke schijn. Of over je image. Ja. Venus in een vierkant met Neptunus kan ook betekenen dat je bedrogen gaat worden als het op financiële deals aankomt. Bijvoorbeeld, misschien koop je iets via Marktplaats en denk je al bij jezelf, nou, dit is eigenlijk te mooi om waar te zijn. En daar word je ook voor gewaarschuwd. En rondom 22 mei, zou nog wel eens waar kunnen zijn. Je kan trouwens in de poort stappen, deze poort, die 22, maar ook nog wel de 23ste. De energie is zo ongelooflijk sterk. Hij is zo ontzettend gaaf, omdat het dus ook nieuwe maan is. Ik ben echt super enthousiast erover. Dat is echt super, ja. Nog even iets over het coronavirus. Mercurius ten opzichte van... Mercurius en Venus in een vierkant met Neptunus betekent dat het besmettingsgevaar er nog steeds wel is. Maar dat er ook een ommekeer in de pandemie, zo noem je dat, hè? In de pandemie gaat komen. Het is immers, waar ik mee begon, een positie van herstel en wederopbouw. Dus mensen kunnen, er gaan nog weer meer winkels open, nog weer meer mogelijkheden zullen zich voordoen met betrekking tot werk en herstel. Geldt ook voor gezondheid. Zeker als het gezondheid is met iets wat zichtbaar is vanwege de Venuspositie. Bijvoorbeeld iets met je huid of zo. Mocht je nog steeds bang zijn voor het virus of iemand kennen die bang is, bekijk alsjeblieft mijn clip of stuur hem door. Ik heb 4 clips gepost. Over het coronavirus. Positief. Ik gebruik cijfers van het Longfonds, van Intensive Care Vereniging, van het CBS. En je kan ze zelf na gaan googlen. Als je die cijfers hebt gezien, dan denk je, oh mijn hemel, waar zijn we mee bezig in Nederland? Yes, en in de hele wereld. Oké, dat gezegd hebbende, dan komt nu de reading, de advies. Ik ga advieskaarten trekken, zou je kunnen zeggen, over wat het allerbeste is, hoe jij in de poort kan staan of met wat je in de poort kan staan. Of wat sowieso jouw richting gaat zijn komende dagen deze week. Deze reading voor mij is dus wel heel tijdsspecifiek. Dat zijn alle andere readingen niet. Mocht je dus de poort hebben misgelopen, dan kan je dus alsnog wel gaan kijken naar alle clips van mij die hiervoor gepost zijn voor dit speciale sterrenbeeld, namelijk boogschutter. Hoi! Nu ik intune, ik voel me opgewonden van wat gaat er gebeuren, maar niet op een hele erge prettige manier. Het heeft waarschijnlijk met de toekomst te maken, het zal ook geen boogschutter zijn. En wat ik voel is dat je met je geliefde, of met een ex, of met iemand wie je graag zou willen dat het je geliefde was, ben je in conflict. Zelfs als je diegene niet ziet, zelfs als je diegene deze week niet gaat zien of nooit meer kan zien, omdat diegene bijvoorbeeld overleden is. Merk je hoe snel ik praat? Ik ben echt van, oh, ik moet dit gedaan krijgen. Dit conflict moet nu opgelost worden. Nee, dit conflict moet juist door blijven gaan, want het is goed voor mij, want bla bla bla. Kom eens even hier. Wat ik voel, en misschien heb je dat niet eens bewust, maar de helft van mijn tarotreadingen voor boogschutter gaan daarover. En echt is alleen maar boogschutter, hè? Bij wie dat zo constant is. Je wil naar God, je wil naar huis, je wil vanuit je hart leven. Ga in de poort staan met die intentie. Ik ga themakaart voor je trekken. Doreen Virtue, de vliegt er al één uit. Hier.
dat conflict wat ik net invoelde, ga vergeven. Waar vergeven? Dus geef het daarna aan het grote geheel. Geef het in liefde. Geef het aan liefde. Geef het aan God. God is de liefde waarin ik die en die vergeef. God is de liefde waarin ik mezelf vergeef. Dat is vrijheid. Dan groei je het snelst. Dan ga je als een trein. Als een snelvaarttrein. Een intercity, een Thalys, een internationale. Weet ik hoe die trein allemaal is tegenwoordig. Ice. Ice, baby, baby. Oeh, baby, baby. Dankjewel voor het kijken. Heel veel plezier en kracht met de poort 22, 23 mei. En volgende week ben ik weer met een gewone tarot reading. Nou ja, wat is gewoon. Maar wat je van mij gewend bent. Ga erin, joh. Ga erin.